Zoveel geeft hij zelf niet, want het is al een oud melk te koe. En dan geven ze niet zoveel melk meer. Hoe oud is de koe? Deze is 3 jaar zo'n beetje. En dan is het gedaan? Nou, een koe moet je elk jaar als laten kalven, hè? Snap je? Ja. Dat is de manier. En vandaar dat ze dus ook de beesten dan op productie hebben. Dan kan je die koe veel melk laten geven. Is dat jouw dagelijkse ritueel, Simon? Om je koe te melken? Jazeker, jazeker. Ja. 7 dagen in de week? Dat doen we 7 dagen in de week. Ja. En je hebt 1 koe? 1 hobbykoe. 1 hobbykoe? Ja. Een klein aantal heeft vandaag aan de dag gewoon geen zin meer. Je moet af heel veel hebben of helemaal niet. Ja. Dus daaraan zie je dus ook van allemaal die grote boeren. Dat ze zeggen, 100 koeien en zo. En dan moeten ze er nog zo wat bij gaan werken. Heb je vroeger wel veel koeien gehad? Nee, ik heb altijd gewerkt in de bouw. Ik ben opperman geweest. Ja. Hoeveel melk heb je, Simon? Dat is alles. Want daar heb ik ook zat aan. Hoeveel liter is dat, een litertje of zo? 1 liter of 4, makkelijk. En dat drink je zelf op? Ja, wat ik nodig heb. En de rest voor de katten. Maar hij geeft niet veel melk meer, doe je dan straks weg? Dat is de bedoeling dat er zometeen weer een andere komt, ja. Heb je weer wat meer melk? Nou, ook dat wel. Maar ik zit altijd met het gezeur, ik wil eigenlijk dat koe niet laten kalven. Dat vind ik altijd een gezeur. Wat dan? Dan moet je die koe laten kalven en dat is altijd een beetje een probleem, weet je wel. En dan op een gegeven moment moet je dat kalfje weer wegdoen. En dat vind ik helemaal niet zo leuk. Maar daar ben je aan gehecht dan? Ja. Dus je moet nou net hetzelfde zien als je op een gegeven moment kinderen hebt en ze moeten eerst naar school. Dan zeg je al, ja, dat vind ik al helemaal niet zo leuk. Aan deze kant is iets meer ruimte, dus loop maar langs deze kant. Want het hondje loopt heel makkelijk mee, hoor. Maak je ook wel eens een wandeling met hem, gewoon door de straten? Nou, dat komt vanzelf niet van, maar het zou wel kunnen. Het zou vanzelf wel kunnen. Simon, waarom ben je nooit boer geworden? Ja, kijk, we hadden bij ons een hele groot huishouden. 11 kinderen, er waren 8 meiden en 3 jongens. Dus vroeger moest er wat verdiend worden. Dus zo gauw als we van school afkwamen, dan was het gaan werken, want er moest wat geld in huis komen. En dan moet je, tegenwoordig wordt er niet over gepraat, dan maken ze altijd die geld zelf. Maar dat was vroeger anders. Dan kreeg je knaag zakgeld in de week en je geld kon je afdraaien. En wat moest je nou voor werk doen? Nou, heel in het eerst ben ik begonnen bij de boeren. En na de tijd heb ik nou een poosje bij trouwen geweest, bij een meelfabriek. En ik heb bij de bouw gezeten. Ik heb van alles wel wat. Bij de bouw, wat deed je dan precies bij de bouw? Opperen, stenen bij de metselaar zetten. En specie maken. En net wat er wat bij de bouw hoort. Vond je dat leuk? Nou ja, niet dat het nog zo leuk werk was, maar het werd nou toen al aardig goed betaald. Je had ook boer kunnen worden. Ja, je ziet het al. Toen begon het al dat ze al groter en groter wouden wezen, weet je wel. Dus je begrijpt het wel, als je boer wil worden, dan moet je ergens echt een paar centen hebben. Dat is met een hele hoop dingen zo. En een hele hoop mensen die denken dat ze maar zo de centen aan de boompje eraf schudden kunnen, maar dat werkt niet. Voel je je wel boer? Van binnen? Ja, tuurlijk. Ik vind dat heel mooi. Dat zie je gewoon. Ik heb een broer, die is nu 70 en die heeft nog koeien. Die heeft nou ook nog 3 hobbykoetjes, maar die doet dan altijd ze laten kalven. Maar ik vind dat een heel beetje gezeur. Ik vind dat niet nodig.
Nee, want dat is ook meestal nog wel mooi. De pomp, dat is echt ietsjes oud. Is het een oude pomp? Ja, die pomp is zeker oud. Want je moet rekenen, dat huis is zo'n beetje 70 jaar, dus dat is die pomp ook. En je hebt geen water uit de kraan? Nee. En waar komt dit water dan vandaan? Dit is gewoon grondwater. Je hebt dus gewoon een boring in de grond. En die boring die zit 40 meter. Ik weet niet of je wel eens gezien hebt, was een pompenboring. Hij heeft misschien nooit gezien. Maar vroeger zaten er gewoon een driepoot boven staan. En daar hadden ze een stalen kabel door met een lange ijzer. En steeds die ijzer in de grond laten zaken. Dan haalden ze hem vol met grond, zeg maar half. Haalden ze hem eruit, deze op een hoopje gooien, weer erin laten zaken. Net zo lang totdat ze op 40 meter diep waren. Maar dit water komt uit de grond, maar is dat helemaal zuiver? Helemaal schoon? Nou, het is zo schoon en zo helder dat je het in ieder geval goed kan drinken en goed kan gebruiken. Je bent er nooit ziek van geweest? Nee. Ik denk dat het zeker net zo zuiver is als van de waterleiding. Want de waterleiding wordt gewoon altijd wat aan toegevoegd. Hè? En dat wordt dit vanzelf niet. Het is natuurlijker? Dit is natuurlijker, ja. 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 En zo ga ik water halen voor de koe. Want ik heb dus bij die koe ook geen waterleiding. Dus ik doe die kruiwagen eronder, dan pomp ik hem vol met water. En dan ga ik die koe water geven. Dus die koe heeft elke dag zeg maar een 30, 40 liter water nodig. En dan kun je zo zien of het water helder is of niet. Kijk, zo werkt dat. Je moet hem even in de gaten houden. Nou, het water zit er behoorlijk zuiver uit. Het water is goed schoon. Het water is prima. En dit is dan al de tweede boring. Dus ik denk een boring zo'n beetje 40 jaar. Want vroeger gebruikten ze met een koperen filter. En na de tijd is het plastic geworden. Hier zit je elke morgen te ontbijten, Simon? Jawel. Hoe laat ontbijt je altijd? Nou, meestal is het een beetje half acht. Half acht. En heb je alle dagelijkse handelingen al gedaan, zoals koeienmelk en zo? Dan heb ik de koe gemolken, ja. En dan heb ik de kachel aangemaakt. En dan ga ik een snitje brood afsnijden. Ik heb nog ouderwets brood. Dat wil dat zeggen, geen plakjes, geen gesneden brood, weet je wel. En dan zit je hier zo alleen, te mijmeren? Ja. Wat denk je dan als je hier aan het ontbijten bent? Nou ja, je moet zo denken, als het goed smaakt, dat is al heel belangrijk. Maar denk je ook over de dingen erna, over de dingen, diepere dingen van het leven, als je aan het ontbijten bent? Maar zeer zeker, tuurlijk. Je moet het zo zien. Mensen gedachten staan daar dus niet stil. Want je bent je hele leven al alleen. Je bent nooit getrouwd geweest. Nee. Maar daarin zie je dan weer het vaak dat het vaak zo wezen moet dat het bestuurd wordt. Dat je niet trouwen. Want het geeft jezelf ook altijd een hele zorg. Maar je hebt wel een snelle aanspraak. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een gemis is geweest, dat je als je altijd hier alleen zit te eten en nooit een gesprek kan voeren. Nee, je kunt niet babbelen of zo. Je moet over jezelf praten, even, weet je wel. Nee. Maar ik ben vanzelf heel lang dat mijn moeder thuis was. Maar dat is alweer 10 jaar geleden, dat mijn moeder overleden is. Mijn pa, dat is al 30 jaar.
Dus je ziet het, hoe hard de tijd gaat. Je hebt je leven lang voor je moeder gezorgd. Wat nodig was in ieder geval, want ze kon er eigenlijk altijd heel goed wel overal redden. Woon ze ook hier in dit huis? Ja, ja, ja. Je bent hier geboren? Ja. Ik ben hier geboren en getogen. En dus als ik nou zometeen, ik ben nog geen 70, maar als ik dan, dat duurt nog vanzelf een jaar of wat. Maar dan woonde ik dan 70 jaar in dit huis. En dat is toch wel een hele lijte. Maar je bent pas 10 jaar alleen, echt alleen. Want daarvoor was je moeder nog in huis. Ja. Was dat dan een hele overgang voor je, dat je dan echt helemaal alleen was? Ja, het is eerst vanzelf wel een... je weet dat dat komt, maar het is toch een gemis. Zolang als je voor een moeder bent, dan heb je er geen aardig. Maar aan de andere kant, daar hadden we het gisteravond ook nog even over. Als je in het les ziet, als de mensen oud zijn... En ze hebben een ziekbed en het wordt zo moeilijk, weet je wel. Dan beginnen ze eigenlijk soms door te leggen en zo. En kan jij ons helemaal niet meer aanpakken of dit of dat? Want het is allemaal, doet het zeer. En dan is het soms heel fijn dat je zegt, ze zijn er niet meer. Dit is de woonkamer, je woonkamer. Ja, 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 ja. Hier zit je 's avonds? Nou, ja, je begrijpt het wel. Als je daar ruimte genoeg hebt, dan ik kan hier net eens een keer anders gaan zitten dat ik een keer een stukje harder speel. Je woont hier al bijna 70 jaar. Is het hier veranderd de afgelopen 70 jaar in dit huis? Nee, niks. Nog precies hetzelfde. Ja, 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 ja. Nooit de deuren geschilderd of een nieuw behangetje? Ja, ja, dat wel. Ja, ja, jawel. Nee, maar ik bedoel maar, kijk, vroeger hadden we niet zoveel spullen. Ik heb een beetje meer allerlei oude spullen aangeschaft. Dus een oude klok en een paar oude vazen en zo. Nou ja, dat vind ik leuk. Want daar hangt hier dus nog een beetje de sfeer zoals je ouders het destijds hebben. Er zijn nog een hele hoop dingen van de ouders, ja. Ja, een hoop herinneringen ook van je ouders. Een oude klok. Daar heeft mijn moeder een week voor gewerkt. Daar had ze de klok verdiend. En dan moest ze voor één Rijksdaalder moest ze een week voor werk. En die kast? Die is ook 70 jaar geleden? Ja, die heeft er ook altijd gestaan en die staat er nog. Wat dat betreft had ik dus wel een voordeel dat ik thuis gebleven ben. Want ze lieten dus, dan blijft alles staan. Hè? Bij de oudere mensen die de langste thuis blijft, die thuis blijft, die krijgt zelfs... Al de oude spulletjes wat er nog is. Je hebt nooit uitzendspullen hoeven te kopen? Nee, 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 helemaal niks. Nee. En orgel spelen, dat doe je ook al heel lang? Nou, ik had het eigenlijk gaan leren moeten. Ik doe me zo een beetje, maar dat natuurlijk, toen je klein waren deed je dat ook al. Je hebt les gehad vroeger? Nee, nee, ik had nooit geen zin om les te gaan nemen, maar ik had het wel doen moeten. Maar jong bent, dan leer je dat nog aardig makkelijk. En als je ouder bent, dan hoef je er trouwens niet meer aan te beginnen. Maar op zondagmiddag dan spelen nog wel eens een stukje? Zondags nog wel eens, ja. Ja. Ja, net zoals, als je, zondags heb je vaak tijd genoeg. Dan loop je vaak een keer vaker heen en meer en ietsjes meer binnen. En nou ja, dan maak je daar gebruik van. Kijk, daar heb ik een heel beetje meer spul mee. Want die doet het zeker net zo makkelijk als een kraan op. Nou ja, een kraan draai je los en hier moet je zelf pompen bij je water hebben. Dat is het verschil.
Maar je hebt in je huis geen gas, water en licht? Nee. Waarom niet? Nou ja, ik heb dus mijn petroleumlampen, dat is mijn licht. En kijk, gas, dat is zelfs mijn kachel. Zo moet je het zien. En is het nou zomers te warm, dan gebruik ik mijn petroliecellen. Maar wil ik nou heel snel even een keer een beetje water warm maken, dan gebruik ik, heb een bakkeus nog wel een gas staan, dan gebruik ik wel eens een keer gas. Ja, maar je hebt er geen behoefte aan. Nee, ik heb het niet nodig. Zo moet je het zien. Nee, het is enkel kosten. Kijk, als je een elektrisch hebt, is elke maand een hele hoop kosten. Gas is elke maand, of verwarming, net zoals ik het noemen wil, waterleiding, is elke maand een hoop geld. Maar het is wel makkelijker en het gaat wel allemaal sneller. Ja, maar ja, ik heb tijd genoeg. Ik bedoel, maar als je ergens niet meer werkt, dan heb je de doorsnee mensen hebben tijd genoeg. Of ze gaan fietsen of wat anders doen. Maar die tijd moet toch doorgebracht worden. Die moet je toch vermaken in het een of het ander. Dus wat je zegt, nou, ik bedoel, maar die kachel ook. Al duurt dat water voor mij koken, zijn maar een kwartier langer. Je hebt de tijd. Dat is helemaal niet een probleem. En kleren wassen, hoe doe je dat? Dat doen meestal mijn familie. Dat is voor mij nog wel makkelijk. Dat doet en anders zou ik gewoon naar de wasserij te gaan. Ja, ja. Dus dan ga je wel maak je er wel gebruik van? Nou niet. Nee. Maar als het nodig is. Hm. Ik bedoel, maar ja, die worden net zo goed ouder. Dus zou het eens een keer wezen, nou, dan ga je naar de wasserij. Dit zijn de petroleumstellen waar je op koopt? Ja. Bij zomer, als het warm is. Als ik nou de kachel niet aanmaak, ik heb vanmorgen nog wel aangedaan, maar als ik nou de kachel niet aan doe, dan zet ik ze al even hier op petroleumstellen. Dus. Gezellig ouderwets? Het is allemaal heel ouderwets. En dat zie je. Zo ben je grootgebracht. Dus voor mij maakt het niet uit. Ik weet wel goed wat elektrisch is. Omdat ik zelf altijd in de bouw gewerkt heb. Dus dan heb je machines genoeg die wel op elektrisch werken. Dus je weet wel wat elektrisch is. Kan je lekker koken? Jawel. Ja? Ja, tuurlijk. Waar hou je van? Van groentes. Sla, bonen, ja, rode bieten, toppers, zomerwortels, van alles. En wat is je specialiteit? Doe ik vaak nog wel eens zondags gedroogde appels. Ik dacht van wel, maar... Oh, je hebt het al klaar? Dus ik... Dat heb je ook zelf gemaakt? Nee, dit heeft mijn zuster voor me klaargemaakt. Dus je krijgt nog wel eens... Ook nog wel eens, ach... Het eten is niet zo'n probleem. Het is niet echt een boerenmaaltijd, hè, Bami? Nou ja, wat eten betreft, lust ik van alles. En dat zou ook verschillen doordat je een groot huishouden geweest hebt. Dan was het altijd eten wat de pot schaft. Hm. Niet gezeur van ik eet dit en ik dit. Ja, dat gaat gewoon niet. Nee. Dus het was allemaal boerenkool of rode kool of sla of net wat, maar niet één dit en ander dat. Nee, dat ging gewoon niet op. Of andijvie. Er zijn ook wel mensen die graag zien andijvie lussen. Nee. Nou, ik vind ze heel heerlijk. Gezellig, jonge poesjes. Ze zijn zover dat de ogen los beginnen te komen. Kan je daarvan genieten? Oh, nou ja, dat is wel heel mooi. Maar je moet niet te veel van die beestjes hebben, dat begrijp je wel. Want ik heb 3 poezen, dus als ze er allemaal 4 hebben, dan heb je er ook 12.
gaat nog heel vlot. Jawel, jawel, natuurlijk wel. Maar dit zijn dus nou gewoon hopen waar die koe het gras niet op. Maar zit je in een beetje langer gras, is iets makkelijker. Ja. Dat. Het is een mooie fitness. Ook dat. Ja. Maar je ziet het dus ook, het verschil. De jeugd die leert het niet meer. Een hele hoop ouderwetse dingen, zoals graven en zoiets. Ja, dat leert de jeugd niet meer, dat is dom werk. Maar ja, daar moeten net zo goed mensen voor wezen. Kijk, dat vind ik eigenlijk nou leuke dingetjes. Ik heb er nog wel een paar kleintjes. Maar dan zeg ik, dat zijn nou eigenlijk oudere dingetjes die je niet zo makkelijk tegenkomt, weet je wel. Wat doe je daarmee dan, met die gietijzerbarankjes? Nou, ik wil hem eens een keer gewoon daar op de dingen ophangen. Kijk, gewoon zo daar erin zetten. Als versiering? Nee, gewoon wel een gaatje erin zagen, maar mijn broer zegt dat moet je niet doen, want dan krijg je altijd lekkage van het water. Ik zeg ja, maar ik wil hem er toch wel een keer. En dan die ronde erop. Want je ziet wel een oude boerderij hebben. Dan hebben ze twee van die ronde raampjes voor of aan de achterkant. Soms achter en voor allebei. Nou, dat vind ik heel leuk. Gerrit, je woont hier nu 70 jaar. Blijf je hier tot je dood, denk je? Dat is helemaal de vraag. Want kijk, je weet nooit wat er gebeurt. Een mens kan er wel niet op breken, maar ieder mens kan wat krijgen. Je kan een been breken. Maar ik bedoel, maar behalve dat, als het kan, vertel wel. Ja, want je ziet jezelf niet in een seniorenwoning of zoiets dergelijks. Nee. Heel graag niet. Maar ja, dat zijn allemaal dingen, dat weet een mens niet. Je ziet het gewoon op een gegeven moment, als je, ik zeg nog maar wat, je wordt 80. Dat je een beetje minder kunnen en als je op een gegeven moment een beetje meer verzorging moet hebben, dan kan het soms nodig wezen. En zou je daaraan kunnen overgeven? Jawel, makkelijk. Jawel. Niet dat ik dat niet kan, maar kunnen of willen, dat is een verschil. Heb je nog wensen, Gerrit? Mijn grootste wens is gewoon overdag gewoon een beetje bezig. Een beetje werken, een beetje wat oudere mensen helpen of tegenstander, weet je wel. Een beetje tuinieren of tegenstander. Nou, dat vind ik het mooiste. Je bent zo gelukkig. Ik ben hier heel dik tevreden mee, laat ik het maar zo zeggen, ja. En als je zegt, je verlangt niet naar anders, ook niet naar beter. En ook niet meer naar meer, want daar is je leeftijd niet naar. Ik bedoel, maar als je gewoon de leeftijd hebt van 65, dan moet ik niet zeggen, zie zo. Nou wil ik nog een beetje groter en nou een beetje meer worden.